Het Polytechnisch College, PTC, heeft sinds kort zijn eigen terrein. Dit maakte directeur Robbie Holband gisteren bekend bij het openingscollege van dit opleidingsinstituut. Holband wees op het belang van een eigen terrein voor het PTC. Hij zegt dat de realisatie niet zonder slag of stoot is geweest. Na 20 jaar timmeren aan de weg is het dit jaar eindelijk zover dat wij kunnen zeggen dat wij ons eigen terrein hebben. Het blijft niet daarbij. Het is de bedoeling dat op dat terrein onze eigen campus wordt gebouwd. Ik wil bij deze in ieder geval het bestuur van PTC ook dankzeggen voor hun inzet. En ik denk daarbij ook aan de voorzitter, die vandaag jammer genoeg vanwege ziekte niet aanwezig kan zijn. En de heer Slang, die alles in het werk hebben gesteld als bestuur om ons dit moment te kunnen geven. Daarnaast moeten wij niet vergeten natuurlijk de ministers van ROGB en onderwijs, die van hun zijde hun best een beetje hebben voorgezet, zodat wij daar ook konden krijgen. Holband liet verder weten dat parlementariër Melvin Bouva een wezenlijke bijdrage heeft geleverd bij het verkrijgen van een eigen terrein. Volgens de PTC-directeur is er bij het instituut groei te merken, ondanks de minder goede economische situatie van het land. Winston Ramotarsing, voorzitter van de VES, was een van de gastsprekers. Ramotarsing wees erop dat technische opleidingen zeer belangrijk zijn voor een land. Daarom moeten de technische studies meer gestimuleerd worden, zegt hij. We moeten die technische studies gaan stimuleren. We moeten mensen gaan interesseren om techniek te studeren. Natuurkunde, Olympiade, wiskunde, laten onze mensen competen en steeds beter worden. We moeten die opleidingen zoals PTC, maar ook vanaf lager, LBO, MBO, naar de universiteit toe, moeten we die mensen gaan faciliteren. Natuurlijk, moet niet onbeperkt, maar waar we wat kunnen vrijmaken, moeten we daarin stoppen. Dat u in elk geval een teken aan de wand bent, dat moeilijk dat ding soms is, dat je met hard werken een aantal dingen met elkaar kunt beleven. En dat is ook gebeurd. En ik wil u bemoedigen om daarmee verder te gaan. Ik wil de studenten, de nieuwe studenten ook bemoedigen om trots te zijn dat je deel mag zijn van deze organisatie. Tot zover assembleelid Melvin Bouva en daarvoor VES-voorzitter Winston Ramotarsing. Ze spraken gisteren bij het openingscollege van het PTC in de ballroom van Turarica. Ze drukten de 400 nieuwe studenten van de school op het hart hun best te doen.